Ik ben Eve en samen met Bart heb ik Bia ten Hof opgericht. We hebben dit gedaan om mensen meer in contact te brengen met de natuur. De natuurlijke producten kunnen heel veel voordelen voor ons hebben. Ik zelf ben herborist en leg me toe op de kruidenthees, vooral gezondheidsondersteunend, een aantal meer specifiek naar smaak. Voor mij is het allemaal begonnen met het menstru-infuus tegen buikpijn en rugpijn tijdens de regels. Ik heb er vroeger zelf heel veel last van gehad en moest medicatie pakken. Ik heb de kruiden gekozen die ervoor kunnen zorgen dat de medicatie niet meer nodig is en ik drink nu 4 à 5 tasjes thee per dag. Zo zijn er voor allerhande kwaaltjes kruidenthees te ontwikkelen. Ik ben Bart, de imker. En in de zomer gaan wij reizen met de bijen. Dat doe ik samen met de kids. Zij helpen mee eigenlijk van het oogsten tot werken aan de kasten. En ondersteunen wij ook de fruittelers met het bestuiven van de fruitplantages. En doordat we in de winter de bijen op tros gaan en eigenlijk weinig werk is aan de bijenkasten, begin ik dan met het smelten van de overgebleven was, maak ik daar waskaarsjes van en verzamel ik propolis voor propolis-tincturen van te maken. Propolis is een bijproduct dat de bijtjes ons geven en boost het immuunsysteem. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden ook bij keelpijn, aften en insectenbeten. Samen maken we dus heerlijke, eerlijke producten die op een natuurlijke manier helpen. Wens je op de hoogte te worden met wat we bezig zijn, schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Bia ten Hof. Tje. Ja, immuunsysteem. Nee, 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 nee.